De wietwet is zojuist aangenomen. Ben je blij? Ja, ik ben heel erg blij. Nou, ik ben ontzettend blij dat het is aangenomen. Nou, het is een historische dag. Hartstikke blij, verheugd. Hier is heel lang aan gewerkt. We praten over dit onderwerp, het reguleren van de wietteelt al 40 jaar. Er was een meerderheid en is er nog steeds bij de Nederlandse bevolking om het te regelen. Meerderheid bij de burgemeesters en vandaag ook een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus hier staat een gelukkig mens. Ja, vooral voor de coffeeshopbezoekers natuurlijk een heel belangrijke stap. Omdat de cannabis uiteindelijk dan een keer in de winkels komt te liggen met goede informatie erop. Met een goede afkomst, de kwaliteit goed is en dat het een constante kwaliteit is. En waar ik met name heel erg verheugd over ben, is dat we eindelijk af zijn van dat vreselijk hypocriete softdrugsbeleid, waarbij de overheid vuile handen maakt, maar formeel naar buiten doet alsof het heel integer is. Hopelijk nog meer mensen overtuigen dat dit en goed is voor de veiligheid en de volksgezondheid en zelfs voor de belastingen, voor onze portemonnee. Nou, dat we eindelijk eens een keer gewoon de hele keten gaan regelen, van het zaadje tot en met de verkoop voor de consument. En dat we gewoon niet ons kop in het zand steken, maar gewoon de problemen aanpakken die er zijn. Bedankt Vera, bedankt.